Hoi allemaal! Het leek me leuk om een keer mijn slaapkamer te laten zien. En dit keer eventjes ook hoe ik hem zeg maar extra cozy maak voor de winterse dagen. En dit is mijn slaapkamer. Ik zit nu met mijn rug zeg maar naar het bed toe. En aan de voorkant zie ik mijn tv en mijn kledingkasten. En ja, ik ga je nu een aantal dingetjes even laten zien. Ik heb trouwens ook allemaal foto's op mijn site staan. Dus als je benieuwd bent naar meer... nou, gewoon even de foto's en zeg maar dat je net iets meer in detail even kan bekijken. Die staan op mijn site op www.blondiebeautyfashion.nl. Ik zal het weer ergens even linken, in ieder geval aan het eind van het filmpje. En ja, laten we maar gewoon beginnen. En ik vergeet nog bijna te zeggen, er zit ook een hele leuke winactie in. Dus blijf vooral eventjes kijken als je daar benieuwd naar bent. Dat is de deur waar je in een slaapkamer binnenkomt. En dan zie je hier ons bed. En deze poster is een poster van IKEA of schilderij, hoe je het ook noemt. Het is in ieder geval een foto van Amsterdam. En dan dit dekbed overtrek. En dat is een heel mooi grijs met strepen, zeg maar hotelkwaliteit dekbed. En ligt echt heerlijk. En Mittens heeft nu ook helemaal een favoriete hoekje en dat is hier. Ik heb hem inmiddels al heel vaak gewassen, dus ik heb hem niet netjes gestreken, speciaal voor de gelegenheid. Oh, hier zit zelfs een haar van Mittens. Want ja, dit is gewoon waar Mittens ligt. En nou ja, wij liggen hier. En dit dekbed is van livingcomforttextiel.nl. En daar heb ik ook een hele leuke winactie. Als je die winactie wil zien, kijk dan vooral eventjes op blondiebeautyfashion.nl. En daar staat alles over hoe je dit dekbed of een ander dekbed naar keuze kunt winnen. Dan deze kussens. En deze zijn van IKEA. Hier heb ik ook een dekbed overtrek van. En ik vond het wel heel mooi staan. We hebben altijd 4 kussens liggen. Omdat ik het gewoon een soort hotelgevoel vind hebben. En ik vond dat minty groene zeg maar. Of nou, is het mintgroen. Nou, deze kleur vond ik in ieder geval heel mooi bij staan. Dan hebben we nachtkastjes. En nou, die vind ik niet echt heel erg spectaculair. En ik wil ook eigenlijk iets anders. Maar ik weet nog niet goed wat. Deze zijn van Wehkamp ooit. En ze zijn prima, want er kan gewoon lekker veel in, dus je hebt geen troep. Maar of ik ze nou echt heel erg mooi vind, meh. Nou, en dit is het eerste. Nou, dit ziet er zo natuurlijk prima uit. Dit lampje is van IKEA. Nou, dit zijn gewoon boeken. Maar dit kan je natuurlijk meteen een beetje leuk opleuken met een plantje. Zo. En wij hebben totaal geen groene vingers, dus voor ons is het dan cactussen. Deze zijn van IKEA en de potjes ook. Maar je kunt natuurlijk ook nou, iets doen wat iets meer zuurstof geeft. Maar het is wel heel fijn voor de ruimte. Zeker in de winter, als je woont in een super geïsoleerd huis, komt er weinig frisse zuurstof binnen. Nou, dan gaan we naar de andere kant. En dat is mijn kant. Nou, ik heb zo'nzelfde lampje, zelfde nachtkastje. En natuurlijk kun je het gewoon lekker winters en romantisch maken door een kaarsje te branden. En dit is een kaarsje van de IKEA, een geurkaars. Ik heb hier een boek liggen van Kirsten Cavallari, daar heb je me al vaker over gehoord, Balancing in Heels. En een doosje met sieraden. En dit is mijn 2016 moodboard, maar daar moet nog een nieuwe voor in de plaats komen, voor 2017. En nou, dus zoals ik zei, hetzelfde nachtkastje. Nou, dan lopen we door. Doe ik even de lamp aan. En de gordijnen dicht, want dan kan je die ook een beetje zien. Deze lamp is van IKEA, net als de gordijnen. En dan zie je aan de andere kant onze tv hangen op een muurtje. En daarachter mijn lievelings... En dat is onze nou, soort van walk-in closet. Dit zijn pakskasten van IKEA. En dit is mijn gedeelte, uiteraard het grootste gedeelte. En dan een spiegel. En dan is dit Sven's gedeelte. En daar ben ik. Nou, en om het echt even helemaal sfeervol te maken, vind ik het winters heel erg leuk om er een sprei op te leggen. En deze sprei past er ook heel mooi bij. Deze is van IKEA. En ja, dat geeft toch gewoon net een beetje dat extra luxe gevoel. En dan deze kerstverlichting. En die kocht ik volgens mij ooit bij Kruidvat. Maar goed... En die kerstverlichting wil doen. En zo heb je toch een heerlijke winterse romantische slaapkamer. Nou, en als je bedoeld bent naar nog meer foto's, kijk dan vooral eventjes op mijn site. En natuurlijk ook voor de winactie. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg!